Hoi, VVD-TV. We staan midden in het centrum van Voerendaal. We staan hier voor, ja, heel herkenbaar op onze achtergrond, het oude Rabobankpand. Dat is inmiddels gekocht door... Almans. En het is hard op weg om een bedrijfsverzamelgebouw te worden. En waarbij ze de kans bieden aan kleine zelfstandige ondernemers om een ruimte te kunnen huren, laagdrempelig. Binnen korte termijn, ook voor kortere periodes. En zo meteen gaan we kennis maken met Beauty and Body Perfection, een van de ondernemers die als eerste hierin zit. Hoi Michel en Angelique. Hallo. Leuk dat jullie zijn bij Beauty and Body Perfection. Vertel eens, wat is de insteek van jullie bedrijf? Wij proberen hier mensen met een heel goed gevoel de deur uit te laten gaan. En dat kan zowel voor innerlijke verzorging als uiterlijke verzorging. En dat is iets waar onze passie in ligt en dat willen we aan iedereen meegeven. En ik heb net begrepen dat het doodnormaal is dat mannen ook naar de schone specialisten gaan. Ja, steeds meer inderdaad. Bijvoorbeeld ook voetbehandelingen. Vroeger werd gedacht van, oh, dat hoeft allemaal niet en ik verzorg mijn eigen voeten wel. Maar als je te ver laat komen en je hebt echte klachten, dan heb je natuurlijk echt een probleem. En nu zie je toch steeds meer dat ook mannen inderdaad daarvoor naar een schoonheidsspecialist komen. Maar het is niet zomaar tot stand gekomen dat jullie hier zitten? Nee, dat klopt inderdaad. Wij hadden een pand en dat hebben we inderdaad verkocht. Toen waren we heel snel op zoek naar iets anders. Mm-hmm. En dat is natuurlijk best moeilijk. En gelukkig hebben we daarbij heel veel medewerking gekregen van de gemeente. Mm-hmm. Ik heb laten weten dat we op korte termijn iets nodig hadden. En toen was het eigenlijk heel snel geregeld dat we hier inderdaad konden plaatsnemen en dat we hier tijdelijk ons bedrijf voort kunnen zetten. Even stap voor stap. Je belt met de gemeente. Ja. Daar word je warm ontvangen. Ja, je wordt warm ontvangen. Je krijgt ook te horen dat het inderdaad zo is dat op dit pand eigenlijk een kantoorbestemming rust. Dus ik kon er niet zomaar komen zitten. Dan moet je natuurlijk wel de nodige papieren invullen, maar als je daar dan aan voldoet, en toen heb ik ook laten weten van, goh, het is echt op korte termijn, over 3 weken moeten we ergens anders zitten. Toen is het heel snel gaan lopen en kreeg ik ook snel een telefoontje van, kun je alles komen tekenen, het is zover rond. En een paar dagen later zijn we al verhuisd. Geweldig. Ja. Met name in 3 weken tijd iets voor elkaar krijgen, dat is gewoon echt super. Ja, dat klopt. We hebben net een kijkje in de keuken genomen bij Beauty and Body Perfection. We hebben kennis gemaakt met Michelle en met Angelique. Ja. Geweldige ondernemers, niet? Ja, dacht ik ook. En een heel erg mooi voorbeeld hoe ondernemers zich elkaar vinden en elkaar helpen. Ja, er zit nog ontzettend veel potentie. Niet alleen hier, waar ook een warm welkom is door de firma Almans. Maar ook hier nog in het centrum, waar nog leegstand zat is om gevuld te worden. Dus wat hebben wij nodig? Hardwerkende ondernemers en een hardwerkende gemeente. Die zin heeft om ondernemerschap te faciliteren. Dus 21 maart... Stem op ondernemers, stem VVD.